Je ziet het op je beeldscherm, nog 1 dag en 1 uur. En de leukste promo van de hele game gaat beginnen. Team of the Season, het is tijd jongens. We hebben weer 6 weken waarin we blauwe kaarten kunnen krijgen, gaan krijgen. En veel SBC's waarin we dus ook spelers moeten gaan inleveren. Om daarmee die blauwe leuke kaartjes te kunnen krijgen. Ik ben net terug van vakantie. Ik ben net terug van mijn tripje naar Riga. Was heel erg leuk. Het was heel erg top weer. Daar een stuk beter dan in Nederland. Lekker zonnig in tegenstelling tot de regen hier in Nederland. Maar daarom wil ik toch heel even graag mijn weekend league rewards hier openen. Want het zijn niet zieke rewards. Ik heb doorgespeeld tot zilver 1. Dus ik krijg 1 player pick. Ik krijg een paar oké pakketjes. Maar voordat mensen zeggen van waarom wacht je niet totdat Team of the Season er is. Dan kan je namelijk die packs openen voor Team of the Season. Ja, voor die packs die je krijgt maar niet echt uit. Ik krijg niet heel veel goede zoals ik net al zei. Dus dan kan ik net zo goed heel eventjes openen wat ik nu heb. En dan kijken of ik daaruit wat goeds krijg. Wat ik kan gebruiken voor SBC's. Voor wanneer Team of the Season er is. Dan komt deze video namelijk uit voordat Team of the Season er komt. En dan wanneer Team of the Season ook begint. Wat om 7 uur is op de vrijdag. Dan komen alle video's vanzelf. Op de zaterdag, de zondag. Je weet het allemaal wel. De grind gaat weer beginnen. We gaan weer volop video's maken. En ik heb in deze video ook mijn UEFA Marquee Matchups. Die zijn ook nog een paar uur beschikbaar. Dus ook deze ga ik heel eventjes openmaken. Want de vorige keer kreeg ik daar gewoon een 38 rated PK uit. We gaan eens beginnen bij Division Rivals. Ik weet niet of ik rang 3 of rang 4 ben geworden. Zullen zien toch wel rang 3. Dus in principe prima. Zoals ik net al zei, ik heb 11 potjes in de Weekend League gespeeld. Het ging 11 om 0. Ging echt ziek goed. Dat echt de rang en sowieso de vorm van mijn leven. Het was echt een topprestatie. Ik wilde heel graag nog doorspelen. Maar ik vertrok al op de zaterdagochtend om 6 uur 's ochtends. Ik had dus niet zo heel veel tijd. Dus moest ik het helaas doen met wat ik had. Maar toch 2 fijne K-packs, 2 megapacks. Kan je mogelijk nog wat goed uitkrijgen. Walkoutjes sowieso lekker zijn. En we kunnen ook nog een kans krijgen op een paar belangrijke consumables die ik nodig heb. Voor de Weekend League die ook weer begint aankomende vrijdag. Dit is alleen echt kansloos. Maar met Team of the Season gaan we beginnen met het Team of the Season Most Consistent. Dat betekent dat dit het Team of the Season is waar je de makkelijkste Team of the Seasons kan packen. Want namelijk bij deze ronde mogen ook de gebruikers die FIFA spelen stemmen op wie in het Team of the Season komt. Wat betekent dat ook de wat minder bekende kaarten een kans krijgen op een Team of the Season. Waarmee ze dus ook weer een high-rated kaart krijgen. Maar deze zal meestal rond de 36 rated zijn. Dan zullen we een behoorlijke kaart krijgen. Spanjaard, een center mid. Dat is dan toch lekker Fabregas. Die komt heel goed van pas. Wat ik dadelijk ook ga uitleggen. Maar je krijgt dus wat minder high-rated Team of the Seasons. Met als gevolg dat die dus ook een stuk makkelijker te packen zijn. Dus als je nog nooit een Team of the Season gepackt hebt. Raad ik aan om, als je packs hebt en je bent een beetje aan het opslaan en aan het wachten tot je die packs kan openen, zeg maar. Dat je dat doet tijdens Team of the Season Most Consistent. Want je krijgt dan misschien niet de allerziekste, maar je krijgt wel de blauwe kaarten. En als je nou puur het krijgen van een blauwe niet uitmaakt. Dus als het je niet uitmaakt dat het een Team of the Season is, maar wel een bruikbare. Dan zou ik inderdaad gaan wachten tot Premier League wat de week daarna komt. We krijgen hier uit het megapack ook geen walkout. Het blijft een beetje slecht. Ik denk dat EA wacht met de goede pack weights tot Team of the Season komt. Ik heb ook nog een klein tipje van de Slayer. Als je nou nog 33 of 34 rated spelers hebt, dan moet je die nu echt in je club houden of in gaan slaan als je dat goedkoop kan doen. Ik denk dat ze nu vanwege de hype al iets duurder zijn, maar als je 33 rated voor ongeveer 1200, 500 coins kan oppikken, zodat het heel lekker zijn, en 34 rated voor rond de 3k, dan ben je denk ik best wel binnen voor het Team of the Season. Want vorig jaar hebben ze dus bij ieder Team of the Season, dus van de Premier League, de La Liga en zo, hebben ze een SBC in de game gebracht. En daarbij kon je een Team of the Season krijgen voor het inleveren van een 33 of 34 rated team. En dan moest je ook 1 of 2 Team of the Seasons inleveren, geloof ik. Dus wanneer jij een Premier League Team of the Season kan krijgen, en daarvoor moet je 2 van die makkelijke, most consistent SBC's, Team of the Seasons moet ik zeggen, inleveren. En een 33 rated team. Betekent dus dat al die 33 rated kaarten en 34 rated kaarten uit de Premier League het ziek gaan stijgen in prijs. Dus als je er nog een paar hebt, ik weet van mezelf dat ik Rui Patricio heb. Ik heb David Luiz nog. En Dele Alli, maar die ga ik dadelijk inleveren. Maar die heb ik allemaal nog in mijn club. Die ga ik ook allemaal houden, want ik verwacht wanneer het Premier League Team of the Season komt, dat die echt zo belachelijk duur worden. Rond de 7-8k misschien, want die zijn allemaal nodig. En iedereen wil natuurlijk een kans maken op zijn zieke Premier League Team of the Season of van de andere goede competities. En dat betekent dus dat al die kaarten echt ziek gaan stijgen in prijs. Dus heb je nog die kaarten, dan houd ze sowieso. Maar dat is eigenlijk altijd dan thema geweest. En als je het nog niet hebt, kun je er een paar inslaan als je het goedkoop kan doen. Want dan ben je altijd verzekerd voor een goede voorbereiding van Team of the Season. Hier dus zilver 1. Ik krijg 1 player pick, 1 premium jumbo, gouden spelerspack geloof ik. En een mega pack hier, wat dus in principe prima is. En 2000 voor champions punten, maar daar heb je echt helemaal niks aan. De player pick dan is een heel goed Team of the Season. We gaan er heel even snel nog naar kijken. Ik ga het niet te uitgebreid bespreken. Maar natuurlijk, als ik weer weg ben voor een weekend, dan krijgen we ziek Team of the Week.
We hebben namelijk ten 1 en Tadic Werner. Ja, we weten allemaal hoe goed ik hem vind. Het enige probleem aan hem is zijn vieste skill moves, maar daarmee is het wel gezegd. 95 Hazard wel de kaart. Het ongelooflijk als je deze krijgt. Dan ben je echt al bijna verzekerd van een goede kaart voor de rest van de game. Omdat die dus als rode kaart heel waardevol kan zijn. Lala is een goede rechtsback. Ja, we weten allemaal hoe goed die eigenlijk al niet is. Ik heb wel Dumfries, maar Lala is een heel goede backup, zeg maar. Kimmich is voor de rating heel lekker. Ja, Kompany zieke goal gescoord. Vandaar dus een team of the season. Of een team of the week, moet ik zeggen. En ook op de bank. Een paar prima kaartjes met Bruno Fernandes nog als high-rated kaart uit de wat minder populaire league. Maar goed, omdat hij dus nooit gebruikt gaat worden, zal ik hem niet zo graag willen als een Werner of zo. Maar goed, ik heb maar 3 keuzes. Ik denk dus niet dat ik een heel erg goede krijg. Misschien dat zilver 1 geluk. Dat zou nog eens lekker zijn. Een Werner of zo. Dat zou mooi zijn. We krijgen toch nog Brandt. Julian Brandt. Een 37-rated man. Zilver 1 OP. De vorige keer toen ik Elite 1 op een paar weken terug kreeg, twee kaarten of drie kaarten van ongeveer 32 rated. En nu krijg ik gewoon een 37 rated Julian Brandt. En die kan ik echt totaal niet om klagen. Toch blij dat ik een beetje heb doorgespeeld tot zilver 1. Krijg daarmee toch een goed packie nog mee. Want Julian Brandt is echt een heel lekker kaartje. Dus dat was een positieve verrassing. Ik verwachtte dat ik dus 3 van die 31 rated kaarten kreeg. Die dan sowieso zou inleveren voor zo'n FUT Champions upgrade. Maar al met al toch nog een bruikbare kaart kregen. Nu krijgen we nog een bordenkaartje. Een Fransman. Een Cam. Wat een Fekir. Nee, wat Payet. Hetzelfde als wat ik net zei. Hou deze eventjes vast. Want deze worden heel waardevol wanneer in dit geval het League Team of the Season gaat komen. Kijken of er voor de rest nog in zit. Of nog een bruikbare kaart er zit. Nee, dat helaas niet. Ik stuur dus naar de club. En dan zie ik vanaf daar wel of het nog bruikbaar is. Vinicius gaat naar de discard voor 1k. En heb nog 1 premium jumbo gouden spelerspack over. 24 spelers, 7 zeldzaam. Zit ook een walkout in. Dat zou nooit lekker zijn. Krijgen we dat ook? We krijgen helaas geen walkout. Dus tot nu toe blijft nog een beetje uit qua etzieke kaarten. We krijgen ook geen bordenkaart. Dus we gaan snel door naar de UEFA Marquee Matchups. Dit zijn allemaal van die kaarten die je nooit in je leven gaat gebruiken. Behalve voor SBC's of zo. Deze ga ik discarden van nog 1.2k. En dan komen we uit op 438k in totaal. Die ik sowieso goed kan gebruiken met Team of the Season. Er zijn namelijk nu belachelijk veel live SBC's. Zoals Jamie Vardy. Oprecht, veel mensen zijn er negatief over, maar hij kost 200k. Het is een goede spits uit de Premier League. En ik denk dat je weinig Team of the Seasons uit de Premier League qua spitsen kan vinden voor die prijs. Het enige probleem, ja, 3 sterren skills, 3 sterren weak foot. Maar als je daaromheen kan werken, is het echt een heel erg goede spits voor 200k. Krijgt ook de packs voor terug, waardoor die denk ik al met al 170k zal kosten. En als je wat spits in je club hebt, kan je makkelijk doen voor onder 150. Maar ja, ik kan ook goed begrijpen dat je nu je coins wil houden voor Team of the Season. Want EA is dus ook eigenlijk alles de kast aan het halen om je te laten uitgeven voordat Team of the Season begint. Zodat je toch packjes gaat openen. Ja, Carlos Vela heeft al een keer eerder een Player of the Month gekregen. Leuke kaart, maar slechte weak foot. En skill moves zijn leuk, maar daarmee is eigenlijk ook wel gezegd. Dan heb je nog een nieuwe End of an Era. En die staat hier helemaal achter. Dat is namelijk Frank Ribéry. Belachelijk goede kaart. 1,70 meter, dat wel. En normaal work rate ook niet best. Maar 4 sterren zwak been, 5 sterren skill moves is sowieso een plus. Deze ongelofelijke stats. Nou, jij weet dat ik zelf niet hou van mensen die niet kunnen koppen. Met 48 springen en 61 nauwkeurig met de koppel ga je weinig kopballetjes scoren, denk ik. Maar daar staat tegenover dat hij om de een of andere onverklaarbare reden 86 kracht heeft. Alsof hij in één keer steroïdes heeft gepakt. Ook 38 dribbelen, zieke afmaken, goede passing. Het alles aan deze kaart is fantastisch. Voor een aanvallend mid is het een fenomenale kaart. Hij kost ongeveer 600k. Ik raad aan, doe de lane versie. Ik zou hier nog wel even weg van blijven. Tenzij je echt een fan bent van Ribéry of je hebt een Bundesliga team. Want anders ja, is het misschien wel een beetje veel om nu 600-700k uit te geven voor een untradable kaart. We gaan eventjes naar de UEFA Marquee Matches. Dus allebei even voltooid nog voor een paar packies. Ajax Tottenham, zeer pijnlijk resultaat. Echt heel erg jammer. Ik moet zeggen dat ik het echt oprecht jammer vind voor alle Ajaxiden dat ze niet door zijn gegaan. Het was voor het Nederlands voetbal leuk, maar je moet toch beseffen dat ze het ziek goed hebben gedaan. En daar moet je ook op zich al trots op zijn. 3 topnummer van Ajax spelers. Uiteindelijk gegaan voor de Bruno Varela, Tagliafico en ook nog Dele Alli. Ja, 24 rated, maar ik moest het hebben voor de rating. En oprecht, het maakt mij eigenlijk niet uit. Want ik vind het leuk om deze UEFA Champions League packies toch eventjes nog te openen. En dan de tweede, Liverpool tegen Barcelona. Zelfde verhaal. Ik had niet heel veel kaarten uit de Premier League of de La Liga. Of van Liverpool of Barcelona. Dus ik moest er 2 kopen. Helaas, ik moest Keita kopen. En ook Alberto Moreno kost allebei 4k. Dus een kleine opoffering.
Maar de rest was allemaal niet zo duur. Kom daarmee precies uit op genoeg TMG's om deze te voltooien. En daarmee hebben we dus ook de UEFA Marquee Matches weer voltooid. En kunnen we deze packages nog snel eventjes openen. Ik ben benieuwd of ik hieruit iets goeds ga krijgen. Vorige keer dus het goede Champions League kaart gekregen. Het verbaasde me eigenlijk dat ik zoveel goede kreeg. Ik hoop een walkout te krijgen uit één van deze packages. Wat krijgen we? Beginnen hieruit niet met een walkout. Wat zonde is, betekent dat we niet een heel erg goede UEFA Champions League zelfs in mijn kaart gaan krijgen. Het wordt een Senegalees, een center mid. Het wordt als allerbeste helaas ja, geen Naby Keita. Het wordt een Dye en daar hebben we echt helemaal niks aan. Dan nog het UEFA Champions League 2 spelerspackje. 1 zeldzame kaart. Hopelijk is dat ook een goede zoals een walkout. We krijgen ook hieruit geen walkout. Ik denk dat het geluk een beetje tegen zit. Hopen dat dat wel anders is wanneer Team of the Season daadwerkelijk komt. We krijgen een Griek, een CVM. En het wordt dan Samaris, als ik me niet vergis. Ja, ook weer een Zinse. Die reden heb je niet heel veel aan. En zo ziet het er nou uit dat we geen 9k terug gaan krijgen uit deze UEFA Marquee Matches. Maar ze zijn wel altijd welkom. Want die UEFA Champions League kaarten zijn altijd bruikbaar. Nu nog het laatste UEFA 3 player pack. Ook hieruit geen walkout. Dus ja, qua packluck was het op de player pick na niet al te best. We gaan nog een Fransman, een spits. Dat is allerbeste. Toch nog een Dombele. Of Dembele, niet en Dombele. Die voetbalt namelijk toch op een andere positie. Maar ook deze kaart. Niet heel bruikbaar. Maar goed, we hebben toch geprobeerd om goede te krijgen. Ze zullen vast ooit nog wel bruikbaar zijn. En van nu ga ik het eventjes voor gezien houden. Dus, Team of the Season komt eraan. Wanneer dat begint ga ik ook meteen daar video's over maken. En jullie tips geven over ja, wat je het beste kan doen met de Team of the Season SBC's. En welke Team of the Season dan wel de moeite waard zijn en welke niet. Dus, nog een kleine tip. Koop 33-34 rated spelers uit specifieke leagues als je ze goedkoop kan oppikken. Want die zijn namelijk echt de moeite waard en die ga je nodig hebben. Als EA, zoals ze eigenlijk ieder jaar doen, dat patroon hebben waarin ze Team of the Season SBC's gaan doen van een bepaalde league. Waar je dan een 33 of 34 reden team van nodig hebt. Ik hoop dat je deze video's nog leuk vindt. Laat me dat zeker weten met een like en ook te abonneren als je het gedaan hebt. Je kan dus ook linksboven je schermen mee zenden de video's zien. Rechtsonder een random video die je misschien niet gezien hebt. Inmiddels de abonneerknop en dan zie ik jullie bij Team of the Season weer, jongens. Het gaat weer beginnen. En dan tot die video. Later mensen.